Het Schipholfonds heeft primair één doel. Het wil bevorderen dat mensen in de onmiddellijke omgeving van Schiphol beter en meer sportief kunnen bewegen. Dat doet het Schipholfonds door middel van het toekennen van donaties. Zoals bijvoorbeeld bij Meersquash in Hoofddorp. Dat kreeg in 2012 een donatie van het Schipholfonds. En ik mag praten met de man die 4 keer Nederlands kampioen is geweest en die tot de wereldtop behoorde, Tommy. Wij hebben een aantal jaren geleden een donatie gedaan hier. Wat heeft dat nu voor impact gehad? Nou, heel veel eigenlijk. We zijn via het Schipholfonds zeg maar, met Squash and Kids begonnen. Dat is eigenlijk een programma dat onder schooltijd 1400 kinderen in aanraking heeft gebracht met de sport. En uiteindelijk hebben we een verdubbeling van ons jeugdledenaantal gehad. Is het zo leuk voor kinderen dan om te squashen? Ik vind het wel, maar eigenlijk moet je het zelf gewoon vragen. Joost. Yes, hi. Ik ben Tom. Hallo, Joost. Wat is nou het leuke van squash? Ik vind squash gewoon heel erg leuk, omdat het gaat super snel. Er zit heel veel tempo in het spel. Je kan lekker hard slaan. Ja, ik vind het echt gewoon echt een leuk sport. Ik hoef niet per se Nederlands kampioen te worden, maar ik blijf wel gewoon doortrainen. En als het goed gaat, zou dat misschien wel ooit kunnen. Dat is iets waar je energie van krijgt. Meer kinderen die gaan bewegen. Nog een voorbeeld. Een donatie voor de stichting Paardrijden voor Gehandicapten in het Zadel. Nou, door de donatie van Schiphol kunnen we nu de kinderen met de tillift op het paard tillen. Waardoor er geen contact is met het paard. Dan kunnen ze rustig laten zakken naar beneden. En dan kan het paard blijven staan zonder dat hij wegloopt. Je merkt ook als ruitertjes komen en vooral met een forse spasme, die bewegen natuurlijk zo heftig dat op het moment dat ze op paard zitten en ze gaan meeschommelen met die beweging, dat ze dan helemaal eigenlijk, ja, zo'n mooi woord zen. Ze worden helemaal rustig en dat is zo mooi om te zien. Er komt een glimlach op hun gezicht. Het is prachtig. Ook dat is iets om een goed humeur van te krijgen natuurlijk. En tenslotte nog even aandacht voor een van de meest recente projecten van het Schipholfonds. De voetbalvereniging VVV Westzanen. Mede dankzij het Schipholfonds hebben we deze mini-arena, of de pannenkooi, hebben we hier tot stand weten te brengen. Daardoor zie je dus ook dat de jongens en meisjes vanuit het hele dorp, dus vanuit het noorden van het dorp, maar ook in het zuiden, ja, die komen eigenlijk allemaal hier naartoe. En ja, dat zie je gewoon dat het verbroedert. Door de donatie van het Schipholfonds hebben we dit weten te realiseren. Zonder het Schipholfonds hadden we het gewoon ook niet gered. Zo zie je. Het Schipholfonds is er voor iedereen, want naast deze projecten hebben we in de afgelopen jaren tientallen andere initiatieven met een donatie mede mogelijk gemaakt. Dus kan jouw school of vereniging of project ook een beetje hulp gebruiken en maken jullie sportief bewegen op een liefst duurzame manier mogelijk? Meld je dan aan op schipholfonds.nl.